Inge, wat leuk dat we elkaar even spreken zo via de Zoom. Ja, fijn hè? Inmiddels Ik een ben er zo heleboel. slecht in. Wacht even. Inmiddels is er een heleboel gebeurd, klopt dat? Ja, er is heel veel gebeurd. Ja. Volgens mij hadden wij een eerste ontmoeting al een jaartje of 2 geleden of zo. Kunnen we het over Nou, vertellen? volgens mij zelfs nog wat langer. Maar ja, als eerste hoe ik jou heb ontmoet, was via Facebook. En het sprak mij gewoon heel erg aan wat je deed. En toen ben ik jou echt gaan volgen. En toen zag ik elke keer dat je zo'n avond had. Nou, en ik was elke keer te laat. En toen was het in één keer, nou, zo'n 60 kilometer bij mij uit de buurt. En toen zei ik tegen mijn dochter van, goh, heb je zin om met mij mee te gaan? Want in mijn eentje, ja, dat vind ik wel een beetje, nou, vond ik wel een beetje wat. En dus zij is met mij mee geweest. En wij zitten bij jou in de zaal. En toen stelde ik een vraag over je hoofd. Want ik had daar ook al vaak filmpjes van gekeken. En dan zag ik altijd de mooiste plaatjes van mensen. Ja, eerst heel rommelig en daarna van hele mooie plaatjes met kleuren. En ik had echt zoiets van, goh, hoe doen ze dat toch? En die vraag stelde ik ook aan jou van, want bij mij in mijn hoofd is het zwart. Ik heb geen gedachten, heb ik. Ja, ik heb natuurlijk wel gedachten, maar ik heb niet dat ik zeg van, nou, dat staat daar en dat staat daar. Nee, het is gewoon zwart. En ik weet niet meer hoe het kwam, maar toen stelde jij een vraag of jij, of ik heb waarschijnlijk wat gezegd van, over iets wat ik ooit mee heb gemaakt, of ik daar wat aan wilde doen en mee wilde doen. En toen had ik zoiets van, ja, daarvoor kom ik niet. Ik kom gewoon alleen maar voor te kijken of te luisteren, niet zelf iets. En toen dacht ik, nou, ik ga het toch doen. Het was zeg maar een gebeurtenis van zo lang geleden. En het bleef mij maar achtervolgen. Dus toen dacht ik, van, nou, ik ga het wel doen. En we hebben het ook gedaan. Jij bent daarmee bezig geweest. Met van hoe, hè, wat jij normaal ook altijd doet. Van, nou, is het dan, weet ik veel, wat jij mij gevraagd hebt. Maar we Ik zijn daarmee. stel jouw vragen over jouw Ja. proces in jouw hoofd. Ja. Ja, klopt. En dan was het zo van, is het een gevoel, is het een denken of wat? Hè? Nou, we zijn daar mee bezig gegaan. En nou, ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Nou, zeg maar 5 minuutjes. En zijn we ermee bezig geweest en het gevoel was weg. Terwijl ik altijd het idee had, als er over dat soort onderwerpen gesproken werd, dat iedereen aan mij kon zien, oh ja, dat heb jij ook meegemaakt. Het staat hier gewoon zo voor op mijn hoofd. En dat was weg. En het bleef ook weg. Ik had verwacht dat het wel weer terug zou komen, dat gevoel. Dus ik durfde er eigenlijk ook niet op te hopen dat het ook weg bleef. Maar het bleef weg. Ik weet nog dat het in oktober was. Nou, een half jaar later was het nog weg. En het is ook niet teruggekomen trouwens. Dus dat was En mijn hoe, eerste ervaring met jou. ja, en hoe belemmerde jou dat voor die tijd? Ging je situaties niet meer opzoeken? Ging je geen mensen meer ontmoeten? Of zoiets dergelijks? Nee, ik Niet zo vond. slecht. Nou, weet je, als dat soort onderwerpen te sprake kwamen, dan voelde ik altijd wel een beetje dat het wat weker werd, of wat mijn benen wat slapper werden. Zo van, ik voelde dat gewoon in mijn lijf. Zo van, joh, we gaan ergens anders over praten, maar niet daarover. Ik wil dat gewoon niet. Terwijl mensen helemaal niet wisten, hè, van wat er aan de hand was. Dus ja, we waren gewoon normaal gesproken. Nou, of normaal, maar daar werd gewoon over gesproken. En Ja. ik vond dat heel vervelend. En En wat levert het daarna. je op nu je het niet meer hebt? Ja, rust in mijn hoofd. Ik ben er ook niet meer bang voor als mensen daarover hebben. Kan mij het schelen. Praat er maar over, ja. Het doet mij niks meer. Weet je, het voelde altijd als zeg maar een soort van geheim. En dat ik altijd het idee had, mensen komen achter mijn geheim. Dat is het. Mensen komen achter mijn geheim. Toen ik dat heb opgepakt, hè, samen met jou, toen had ik zoiets van, ja, nou ja, mensen weten helemaal niet dat ik geheim heb, want ze zien het niet meer aan mij.
En ik denk er eigenlijk ook niet meer over of aan. Van, en ja. Als het eens een keer, dan heb ik er geen gevoel meer bij. Vijf minuutjes. Ja, vijf minuutjes. En iets waar ik ben in de 50 en ik heb er al zo lang mee gelogen, zo lang last van gehad en dan is zo in één keer is het weg. 100 jaar. Zoiets. Ja. Nou, en toen kwam er een informatiebijeenkomst, zeg maar, een angst-trauma-avond die ik deed via Zoom. Ja. Even kijken, dat weet ik nog, want dat was op 27 april afgelopen jaar. En toen kwam ik bij jou in de Zoom en je had verwacht dat het wat drukker zou zijn, want het was Koningsdag en niemand had wat te doen. Dus je had zoiets van, nou, goh, ik ga het eens uitproberen. En toen zaten we met z'n drietjes, dus ik... Twee en, dus, en ik, en samen dan met jou. En één iemand die moest eerder weg. En toen zaten we nog met z'n tweetjes. En toen, ja, ik weet niet wat voor vragen jij stelt hoor. Maar toen kwamen we op het volgende uit. En dat was dat ik niet tegen geuren kan. Ik vind geuren ontzettend vervelend. Wacht even hoor. Oké. Batterij was leeg. Oh, oké. Okay. Ik zag jou wel zwaaien, maar ik denk van dat praat gewoon door. Hij zit erin, oké. We gingen naar Zoomavond. Nou, dat heb je net allemaal verteld, zeg maar. En toen ging ik jou vragen stellen. Ja. En toen zei jij van, waarschijnlijk zo van, goh, heb je nog wat je op wil lossen? En dan heel zoiets van, ga ik dat wel zeggen, niet zeggen? Nou, oké, ook deze keer weer. En dat was van dat ik niet tegen geuren kan. En zo erg dat als ik een geur te lang ruik, krijg ik gewoon migraine van. En die migraine is niet een paar uurtjes, nee, die kan echt wel 2 dagen aanhouden. Ik gebruik zulke zware medicijnen dan, een spuit. Gebruikte ik regelmatig als ik last had van geurtjes. Even kijken. Dus toen dacht ik van, weet je, ik wil dat toch eens kijken of ik daar wat mee kan. Maar je staat ook voor de klas, hè? Ja, klopt. Dus wat zei je dan tegen de kinderen? Want dat vind ik wel leuk, omdat dat heb je tegen mij verteld, hè? Wat het dan ook doet met de kindertjes. Op de dagen dat ik werk, dan mogen de kinderen geen geurtjes op hebben. En nou geef ik les in groep 3-4, maar zelfs daar hebben kinderen geurtjes op. Sommige kinderen. En dat was gewoon van, dat mag niet. En als kinderen dat af en toe wel deden, voelden ze zich ook heel schuldig. Zo van, juf, ik heb een geurtje op. En dan zei ik, nou weet je wat, ik doe de deur, het raam doe ik wel verder open. Dan waait het wel naar buiten. En ik hou dan afstand. Dus voor corona hield ik al afstand van kinderen. Ik zei van, nee, ik wil niet bij je, even niet bij je in de buurt zijn. Van, kijk, in de loop van de dag werd die geur wel wat minder bij de kinderen. Dus dan kon ik wel even bij ze staan. Maar ik had wel zoiets van, niet te lang. Ik wilde dat gewoon niet. Ik kreeg er last van. Maar ook, en met handen wassen van die kindertjes? Dat werd niet met zeep gedaan. Dat was ook zo van... En als ze binnenkwamen, ze hadden ik wel zeep gebruikt. Dan kon ik wel eens een beetje zagrijnig reageren. Van, je weet dat je dat niet moet doen. Want ik was zo bang om weer hoofdpijn te krijgen. En wat ik heel vervelend... vervelend... Ik had zelfs kinderen die waspoeder gebruikten. Nou, de ouders dan, hè. Waspoeder gebruikten. Dat die kleren er zo naar waspoeder ruikten. En dat was dan weer een vervelende geur voor mij. En dan dacht ik van, dat kan ik natuurlijk niet verbieden. Nou, dan probeer ik maar zoveel mogelijk niet bij het kind in de buurt te komen. Dus hoe ik dat eigenlijk deed, weet ik niet. Want ik gaf natuurlijk gewoon les. En ik zat naast de kinderen om uit te leggen. Maar ik verkortte die tijd waarschijnlijk zo van, nou, kun je nou nog even verder? En dan ging ik weg. En dan kwam ik weer terug van, is het gelukt? Nee, het is niet gelukt. Nou, dan ging ik er nog maar weer even bij zitten. Dus het belemmerde best wel. Het belemmerde eigenlijk met alles. Want zo, ik heb dan 3 grote, of grote dochters, volwassen dochters. Maar toen ze in de puberteit zaten, wilden ze ook wel eens een geurtje op. Nou, dat mocht dan niet in huis. Dan als ze in de garage waren, dan deden ze het geurtje op.
En dan gingen ze naar buiten. En als ik ze eens een keer wegbracht, dan namen ze het geurtje mee. En als ze dan uit de auto stapten, dan deden ze pas het geurtje op. Allemaal omdat jij er gewoon hoofdpijn van kreeg. Ja. Van alle geurtjes. Eén geurtje niet, maar voor de rest alles. Ja. Nou, meestal als mensen last hebben van geurtjes en nare geuren, zeg maar, dan ik heb hier toevallig een sinaasappelschil liggen, dan laat ik ze even iets lekkers ruiken. Op het moment dat ze die daar geur hebben, dan wordt het geneutraliseerd, hè? Ja. Bij jou moest ik echt even nadenken. Ja, als ze tegen geen enkel geurtje kan, wat moet ze dan doen, hè? Ja, klopt. Je stelde ook dingen voor. Dan dacht ik, nee, maar dat vind ik niet lekker. Die geur wil ik ook niet. Ik wil eigenlijk helemaal geen geur. Ja, en toen kwam jij met de oplossing. Ja, wat was de oplossing? Nou, water. Water heeft geen geur. Dus toen heb ik een glas water gepakt. En toen moest ik aan geurtjes denken of zo. En dan moest ik gelijkertijd aan het water ruiken. En zo zijn de geuren geneutraliseerd bij mij. En dat was een hele rare gewaarwording. Want toen moest ik van jou een geurtje pakken wat ik helemaal niet lekker vond. Dat had ik wel gevonden in de badkamer. En toen rook ik eraan. En het deed me eigenlijk helemaal niks. Niet dat ik alles lekker vond of zo. Maar ik kon er gewoon tegen. Doe maar. Dus ik ben alles wat ik niet lekker vond, ben ik gaan ruiken. Bij mijn moeder ben ik in de badkamer geweest. Die heeft, dat is natuurlijk niet zo, maar voor mij is dat zo. Een hele vieze bordlotion. En toen ging ik dat ruiken. Toen dacht ik van, oh, zo vies is die niet. Mijn collega, mannelijke collega, die heeft een geurtje. Als aan het eind van de dag, vlak voordat hij weggaat, moet hij zich helemaal even onderspuiten, voor mijn gevoel. En dan had ik zoiets van, man, waarom doe je dat nou? Je gaat naar huis, doet lekker buiten, heb ik er ook geen last van. Maar die vroeg ik zelfs van, wil je eens een geurtje opdoen? Dan wil ik eens ruiken. Nou, en dat ging op zich allemaal vrij goed. Nee, het ging gewoon goed. Dat ik had er geen last van. Niet dat ik de geurtjes sommige geurtjes lekker vond, hoor. Want dat heeft iedereen natuurlijk, hè. Niet elk geurtje is even lekker, dus dat had ik ook wel. Maar ik kon er wel tegen. En dat was heel erg fijn. Mijn dochter die heeft ook een niet zo lekkere bodylotion, een hele sterke. En zei ze van, mag ik hem opdoen? Ik zeg, ja, je mag hem opdoen. En ik vind hem nog steeds niet lekker, maar het is niet meer dat het mijn hoofdpijn triggert. En dat is, dat is een hele verademing. Ja, dus wat levert het jou op? Wat doe je nu, zeg maar, wat je eerder dus niet deed? Wat doe ik nu niet meer, wat ik toen wel deed, dat is plekken vermijden die kunnen geuren. En dat gaat heel ver door, zo van, ik weet nog van vroeger, Brem, dus in de tuin, in buiten, daar kon ik niet langslopen, want dan kreeg ik geheid hoofdpijn. Want dat is zo'n sterke geur. Nou, nu zou ik er niet meer aan denken van Brem. Loop gewoon langs. Je bent er eigenlijk niet meer mee bezig. Nee. En soms ruik ik iets en denk ik van, oh ja, ik ruik geurtjes. Ja. Ja, dat was dus na de sessie, hè? Want ik had dus de pech dat ik corona kreeg. En ik had dus ook dat ik geen smaak meer had en geen geurtjes. Ik moet wel zeggen dat ik dat heel prettig vond, hoor. Geen geurtjes van. Ik hoef er dus nu helemaal niet meer bang te zijn. Ik had geen smaak en geen geur. En dat kan heel lang duren voordat je dat terugkrijgt. Kan ook korter zijn. En ik heb de pech dat het heel lang duurde. Toen kwam ik bij jou op de cursus. En op de laatste dag kregen we het over smaak en geur. En dat ik dat dus allemaal niet had. En ik vond het wel, aan de ene kant wel goed. En aan de andere kant, kijk, geen geur levert mij veel op. Maar geen smaak. Nou ja, al het eten is. Aan de structuur proef ik of weet ik of ik iets lekker vind of niet. Maar de ene keer kon ik een salade lekker vinden. En een week later dat ik dacht van, is niet lekker. En toen vroeg jij van wil jij je smaak terug? En dat vond ik een hele moeilijke. Want terug met mijn smaak
betekende ook dat mijn geur terug zou komen. En ja, dit klinkt heel raar, maar terwijl jij dat vroeg en ik nee zei, kwam er een speeksel in mijn mond. Zo van meer dan normaal. Net alsof als je iets lekkers ziet, van oh, daar heb je zin in, van dat het water je in de mond loopt, zeg maar. Dat gevoel had ik een beetje. En toen dacht ik van, nou, ik ga het toch doen. En dat hebben we aangepakt. Dat is ik weet nog dat ik tegen je zei van dat ik hier boven in mijn hoofd, dat is rond, maar bij mij loopt daar een plank zo, zit daar zo, en die kan niet meer, die blokkeert de smaak en de geuren. En dat hebben we weggehaald. En toen was het van, even kijken. Want we hebben van alles en nog wat uitgeprobeerd, of wat ik wel proefde en zo. En nou, als eerste kreeg ik een tiktak, nou, die proefde ik wel. Toen moest ik van jou een mandarijn eten. Nou, dan hou ik niet van mandarijnen, dus... Dat was het enige wat ik had, wat lekker proefde. Tenminste, wat sterk proefde, wat we bij ons hadden, hè? Ja, ja, klopt. Dat is, en toen... even kijken, heb ik hem zelf gepeld? Ik weet het helemaal niet meer, want dat vind ik al sowieso al vies. En toen heb ik hem geproefd. Nou, eerst ruiken, nou, ik rook hem al wel. Dus dat was al niet zo lekker. En toen heb ik hem geproefd. Nou, en ik proefde hem. Natuurlijk hartstikke leuk, lekker. Nee, fijn moet ik zeggen, maar lekker was het niet. Ik vond het echt, nou, zoals een mandarijn in mijn herinnering is, zo smaakt ze die dus ook. Nou, na de tijd weer een tiktak genomen om die smaak maar weg te krijgen. En er was nog iemand bij, die zat erbij en die had van alles in haar tas, allemaal geurtjes. En toen zijn we allemaal die geurtjes gaan kijken van, hè, ruik je het wel, ruik je het niet? Nou, sommige dingen rook ik niet, maar heel veel dingen kon ik al wel weer ruiken, wat ik daarvoor niet kon ruiken. Ja, dus je reuk en smaak was weer teruggekomen? Ja, niet voor helemaal, maar wel voor een... voor een heel groot deel wel. En dat heb ik nog steeds. Van, ik proef niet alles. Ik ruik niet alles. Maar ik ruik veel en veel meer dan dat ik deed. En ik proef ook veel meer. Dus plezier in het eten is er wel meer. Maar dan moet, zoals wij eten vaak Aziatisch, daar zit een behoorlijke smaak aan. Kijk, en dat vind ik dan heel erg lekker. Dat is... Maar ook wel andere dingen hoor, wat ik wel proef, ook Nederlandse dingen en zo, van wat ik wel proef. Dat is voor mij wel heel prettig. Mooi. En van je corona had je ook nog moeheid overgehouden, hè? Oh ja, ja. Ik had ook long covid. En ik had mij opgegeven voor de cursus van jou, want ik was al zo lang dat ik dat graag wilde doen. En dan had ik de mogelijkheid en nou ja, toen had ik dan long covid. En ik had echt zoiets van, ja, maar dat weerhoudt mij niet om toch die cursus te doen. Ik denk van, ik zie wel hoe of wat, maar ik zal hem doen. En even kijken, de eerste dag dat van de cursus gingen we onze hoofd opruimen. En volgens mij de tweede dag ook, nou weet ik niet meer. Maar de eerste dag had ik al zoiets van, normaal als ik een cursus heb gehad, en ik doe vaak cursussen. Als ik een cursus heb gehad, dan na zo'n cursusdag heb ik hoofdpijn. Dat weet ik gewoon van aan het eind van de dag. Dan ben ik op en dan weet ik dat ik, zoals ik dat noemde, ben ik aan de beurt. En dan s'avonds dan kan ik mijn medicatie gaan nemen. En dat had ik niet. Ik was helemaal niet moe. Ik had wel heel veel gedaan en dat merkte ik wel. Maar het was niet zo van dat het allemaal in mijn hoofd zat. Dat was al heel raar, een rare gewaarwording. En toen de volgende dag, nou weer zo'n intensieve dag en weer geen last. En toen moesten we nog anderhalf uur geloof ik naar huis rijden. En ik kwam moe thuis, maar voor de rest niks. Ik voelde me gewoon heel erg goed. En even zeggen hoe moe ik was als ik een dag gewerkt had. Dan onze schooldagen duren tot 2:15.
Dan gaan we daarna gaan we altijd met de collega's thee drinken. En nou, een kwartiertje, 20 minuten. Maar ik bleef steeds langer zitten. En dan om 3:30 ging ik naar huis, maar had niks gedaan. Dus aan opruimen, nakijken of wat dan ook. En dan ging ik naar huis. Dan ging ik slapen. Daarna eten. En dan na het eten ging ik weer naar school. Om me voor te bereiden en op te ruimen. En dat ging, nou ja, dag in, dag uit ging dat zo. Toen had ik zomervakantie. Toen heb ik heel veel uitgerust. Toen dacht ik van, nou, ik ben er wel weer. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn, want het was direct weer dat ik zo moe was en moe bleef. En daarom zag ik aan de ene kant ook zo tegen de cursus op, zo van, door die vermoeidheid. Maar dat was dus niet zo. En die week erop, na die 2 dagen cursus, die is op vrijdag en zaterdag, dus op maandag moest ik weer werken. En ik was niet moe. Natuurlijk, gewoon hè, zoals iedereen moe is na een werkdag, was ik ook moe. Maar niet dat ik zei van, oh, ik moet slapen en ik kan niet meer. En ik bleef gewoon tot, zeg maar tot 5 uur, wat ik normaal ook doe, blijf ik op school. En dan s'avonds bereid ik thuis nog eventjes een beetje voor. Dat lukt ook allemaal. En dat bleef zo. En dat heb ik eigenlijk tot nu nog steeds. En ik heb wel eens dat ik er een moere dag tussen heb zitten. Maar dat heeft dan ook met het weer te maken. Kwam ik achter dat het schijnt met long covid te maken te hebben. Van als er weinig zuurstof in de lucht zit, dan zijn mensen dan ook nog wat minder wat sneller moe. Nou, dat heb ik dan ook. Maar dat had ik dus niet verwacht. Ja, ja, dus als je een beetje op een tijdlijn ziet, dan is het oktober van het jaar ervoor, zeg maar. Toen ben je op die informatieavond geweest in Zwolle. Toen heb je op 27 april heb je die Zoom-meeting meegemaakt, zeg maar, waardoor je weer de luchtjes geneutraliseerd hebt. Ja. Toen ben je de training, heb je long-covid, heb je covid gehad, zeg maar, corona gehad. Ja. En toen heb je, na die corona, heb je zeg maar de smaak en de reuk was weg. Ja. Toen ben je bij mij de training gaan doen van 4 dagen, 2 keer 2 dagen. Ja. En toen op de laatste dag, op de 4e dag, hebben we nog die smaak en geur terug laten krijgen. Ja. 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 Ja, klopt. Ja. Dus helemaal op die tijdlijn eigenlijk, oké. Okay. Ja. En toen had je ook nog last van je knie volgens mij op die laatste dag. Oh ja, ja. Toen zei je nog, moeten we daar even wat aan doen? En toen dacht ik, ach, we hebben al zoveel gedaan. Ja, maar je moest wel opgraven of zo. Je moest opgraven en zei, ja, dat gaat niet met mijn knie. Nee. Ik zeg, wist je met je knie dan? Ja, klopt. En toen zei je van, zullen we die ook even aanpakken? En toen zei ik van, nee joh, ik heb een versleten knie. Dat heeft een foto laten zien, of een scan laten zien. Dus ik had echt zoiets van, ja, maar dat kan niet. En toen zei je, ja hoor, daar kunnen we best wel even mee bezig gaan. Ik zei, nou oké, okay, dan laten we dat dan maar even doen. En dat heb je gedaan. En toen ben ik naar de auto gegaan. En we waren nog in het gebouw. Ik weet niet of ik dat buiten ook heb gedaan. Maar tot aan de deur heb ik steeds een stap gedaan. En toen ben ik door mijn knieën gezakt. En ben weer opgestaan. En toen weer een stap en weer door mijn hurken. Zo van, nou, dit is zo raar dat ik echt... want ik zou weer een spuit krijgen in mijn knie. En dat je dat door dit... de pijn weg is. Dat ik kan gewoon de trap nu weer op. Ik heb wel eens pijn hoor, want hij zit er ook wel eens weer. Maar ik heb ze, nou, dan, het is ook een medische klacht, hè? Dus daar kan ik niks mee. Nee, klopt. Ik ben geen dokter, zeg maar. Maar ik doe altijd iets met de pijnbeleving. Want de pijnbeleving wordt door je hersenen aangestuurd, hè? Ja, ja. En daar heb je wat mee gedaan. Ja, klopt. Ik heb die cursus gedaan, dus kan het ook een klein beetje zelf. En dan concentreer ik me meer op de pijn en dan doe ik wat. En de ene keer helpt het wel, lukt het me wel, de andere keer niet. En weet je nog hoe die pijn voelde? Nee, ik weet alleen dat het heel erg... Ja, het zat gewoon vast. Ik kon mijn knie... Ik kon niet deze beweging maken, zeg maar. Dat er zat wat tussen. Ik weet niet meer wat er tussen zat. Ik weet alleen dat hebben we weggehaald. Ja, ik niet, hè. Ik heb niks gedaan. Nee, hè? Ik stel alleen maar vragen. Ja, klopt. Heb ik weggehaald.
Dus die eigen regie, je gelooft er volgens mij wel in, hè? Ik geloof er wel in. Ja, ik heb nou te vaak meegemaakt van, want dat is natuurlijk niet het enige wat we gedaan hebben. Maar ik weet, in de cursus doe je heel veel. Dat, nee, het is, het heeft mij heel veel opgeleverd. En ik geloof er wel in, ja. Mooi, ja. En je gebruikt het ook nog in de klas, hè, voor de kinderen? Ja, ja. Welke groep heb jij? Groep 3-4. En ik gebruik het vorig jaar al met het aanleren van, zeg maar, de tafels. En, maar toen ken ik de techniek nog niet, hoor. Toen deed ik maar een beetje wat. Maar ik had zoveel filmpjes gezien dat ik dacht van, nou, dat kan ik ook wel. En het is wel grappig, want als ik dan zeg tegen de kinderen van, we gaan er een tafel bij leren. Maar weet je nog waar je de tafels neer hebt gezet? Ja, weet ze allemaal nog. Dan denk ik van, nou, dat vind ik gewoon heel geweldig. Ik zei, nou, dan zetten we er nu eentje bij. Dat is van, ja. En nou, nu ik dan die cursus heb gehad, ben ik een beetje aan het, zeg maar, ja, durf ik het nu ook aan. Dat zou ik anders niet gedaan hebben, maar ben ik nu ook bezig met kinderen die, zeg maar, met buikpijn. Je hoort heel vaak kinderen, als ze moeten rekenen, juf, ik heb buikpijn. En dan kijk ik even van, oh, waar ben je mee bezig? Ja, we zijn met rekenen bezig. Dan zeg ik van, vind je moeilijk, hè? Of vind je het rekenen een beetje lastig vandaag? Ja. En dan weet ik gewoon van, ja, dat is de spanning van het rekenen. Ja, het is natuurlijk buikpijn, maar het heeft, dat is de oorzaak. En ben laatst met een kind bezig geweest om daar mee bezig te gaan om de buikpijn weg te krijgen. Nou, en dat is gelukt en het kind ging vrolijk weg. De stressbuikpijn ook, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, de stressbuikpijn. Ja, klopt. Maar waar ik ook altijd zo achter sta, weet je, als de kinderen gewoon leren hoe te leren, als ze gewoon weten waar die informatie een plek kan krijgen en waar het staat, kunnen ze het ook weer terugvinden. Ja. En leren is niets anders dan informatie bij datgene zetten wat je allemaal al weet. Ja, klopt. Klopt. Het is belangrijk dat daar de basis in komt te staan, want dan kun je gaan bouwen. Ja, klopt. Want ik zie dat heel veel kinderen met leerproblemen hebben gewoon een chaos in dat kopje en hebben het gewoon niet goed geautomatiseerd of gememoriseerd. Waardoor ze niet de nieuwe informatie eraan kunnen koppelen. En toen weer terug kunnen vinden. Ja, klopt. Dat merk ik ook, ja. Mooi, ja. Dus privé en zakelijk, privé en voor je werk heb je er veel aan gehad. En dat is heel erg mooi. Ja. Ja. Nou, als jij de wereld zou kunnen verbeteren, wat zou je willen? Wat zou je willen doen? Als jij de wereld een hele mooie les zou kunnen geven. Of het onderwijs, of de hulpverlening. Of stel je voor dat jij de baas zou zijn van Nederland. Wat zou je willen? Oh, dat is lastig, hoor. Mijn persoonlijke antwoord is iedereen de regie over dat eigen hoofd geven. Ja. Ja. Ja, ook, ja, dat klopt. Van, ik zit veel te groot te denken van wat zou ik dan allemaal doen? Maar, klopt, dat kinderen gewoon kunnen leren op hun eigen manier. En dat zij, want dat is wat ik altijd gemist heb doordat ik mijn hoofd zwart heb. Ik weet niet waar het staat. En dat kinderen weten waar het staat. Zo van, en daar haal ik het van, of haal ik het vandaan. Ja, maar daar moet ik zijn als ik met rekenen bezig ben. En daar moet ik zijn als ik met taal bezig ben en met spelling. En dat zij, en dat, maar ook, want we zitten nou echt heel erg daarop, maar ook van. Naar het gevoel van dat je ook, zeg maar, weet wat je met je gevoel moet, of wat je met je gevoel kunt doen. Snap je dan wat ik bedoel? Waar iedereen de eigen regie over krijgt, van het voelt in mijn buik als een soort steen in mijn buik. Ja. En die stenen kan ik er alleen maar zelf uithalen. Ja. Want het is mijn steen in mijn buik. Ja, klopt. Ja, klopt. Van dat ze, dat, ja. Maar je zegt het gewoon. Ja, klopt. Ja, ik hoorde gisteren nog een uitspraak van Johan Cruijff. Van, als het eenvoudig en simpel is, dat is het moeilijkste wat er is. Ja, ja, klopt. Maar wat ik dan ook vind, van als kinderen iets doorhebben, snappen wat ze doen, dan denk je van, oh, was dat het? Dat, dat vind ik ook altijd een hele fijne. Zo van, ze zien alles als heel moeilijk. Maar blijkt dat het heel makkelijk is. Nee, dat is het niet zo. Maar aan het eind, zo van, oh, hè, maar dit is helemaal niet zo moeilijk. Nou, hè, dat je ze dat kunt laten ervaren, vind ik ook een hele fijne. Mooi, en ze kunnen het hun hele leven lang meenemen. Ja, klopt. Ja. Klopt.
Inge, dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.